We maken samen Winsum tot het mooiste dorp van Nederland. In Mooi Winsum gaan we op zoek naar de gezichten achter dit mooie dorp. Gaan jullie mee? Jolanda Rockeveld van Kleikracht. Wij zitten hier vanaf 2008. Daarvoor hadden we een biologisch bedrijf in Godlinzen. Ja. En we zijn hier dus in 2008 met het melkveebedrijf begonnen, maar ook met deze kaaswinkel. Cool. Wij maken het hier op de boerderij, de ruimte hierachter. Ja. En we verkopen het hier in de winkel. We staan twee keer per maand op de markt in Groningen. En er zijn dorpswinkels en restaurants die onze kaas ook afnemen. Wat maakt Winsum voor jou? Voor mij is het een mooie combi tussen rust en reuring, zeg ik altijd. Ja? Ik woon ver genoeg van het dorp om rust te ervaren. Maar met 5 minuutjes sta ik ook op mijn fiets, met mijn fiets midden in Winsum. Ja. En daar kan je de reuring op zoeken. Waarom hoort dit zo bij Winsum? Ik denk omdat wij een uniek product maken. En Winsum is natuurlijk ook een uniek dorp. En dat de doelgroep, de mensen die in Winsum wonen, ook wel affiniteit hebben met een streekproduct, een biologisch product. Ja. En het is gewoon een heel leuk wandeltje hier naartoe, of op de fiets even hier naartoe. Ja. Dus ik denk dat het daarom goed past. Wat heeft het kinderen te bieden? Ik denk heel veel. Hè. We hebben natuurlijk heel veel sportverenigingen. We hebben een zwembad. Ja. We hebben een leuke jeugdsoos. De promotie Winsum doet veel kinderactiviteiten. Ja. Dus ik denk dat er voor de jeugd hier best veel te doen is in Winsum. Ik denk dat hier nog wel een mooie dorpskern is met bijzondere ondernemers. Er is gewoon heel veel te doen. Noem een kaas- en notenhuis, de winkel daarnaast, Local Art, is een prachtige winkel. Niet van de grote merken, zeg maar gewoon echt particuliere ondernemers. Ja, we hebben gewoon hele betrokken klanten. Ja. Doordat het natuurlijk een bepaalde beleving is om hier te komen. Dus we hebben veel klanten met kinderen en die gaan dan toch altijd even in de schuur kijken bij de koeien. Ja. En als we een kaasmaker zijn, dan kun je buiten de kaasmakerij ook kijken hoe het gemaakt wordt. Ja. Dus ik denk dat klanten dat heel erg aanspreken. Vorig jaar hebben we een nieuwe ontwikkeling ingezet door een nieuwe ronde balenpers te kopen. Anders lieten we het gras altijd inkuilen, dus een grote bult ervan maken. Ja. Maar goed, onze zoon wilde toch wel het bedrijf overnemen en veel met techniek. Ja. Dus, super bedankt voor